Ik ben hier op campagne op de Kamerdonkse Hoeve in Eindhoven, een geweldig restaurant. En dan ga ik in gesprek met Harry van Rai, de icoon van PSV van weleer. Dag Harry, ik heb een vraagje. Wat heb ik vanuit Europa voor jou en voor het voetbal kunnen betekenen? Nou, het waren in principe heel veel, want ik herinner me in de jaren eind 1999, toen werd het grote probleem de verandering van het transfersysteem. En toen lag op de loer dat het zodanig veranderd zou worden dat wij, om een voorbeeld te noemen, voor Van Nistelrooy maar 1,9 miljoen gulden meer zouden beuren. Dankzij jouw inzet in het Europees Parlement is dat niet doorgegaan en hebben we 62 miljoen euro gulden gebeurd. En dan, Harry, hebben wij ooit een E2'tje gemaakt over jeugdspelers en jeugdopleiding. Vertel er iets over. Ja, ik weet nog dat de commissaris destijds naar PSV kwam. Commissaris Reding? Commissaris Reding was dat. Ja, de namen die weet ik nu allemaal van. Maar dat was commissaris Reding. En toen hebben we daarover gesproken. En toen hebben we haar van overtuigd dat zeker voor de kleine landen het niet doorgaan van een vergoeding voor jeugdspelers catastrofaal zou zijn. En dankzij die inzet die we toen gezamenlijk gepleegd hebben, is het uiteindelijk tot die vergoeding gekomen voor jeugdspelers. En wij hebben in 10 jaar tijd toen bijvoorbeeld 150 miljoen, voor 150 miljoen verkocht. En er waren een niet belangrijk deel daarvan was ook de vergoeding voor jeugdopleiding. Dus ik denk dat je in de afgelopen periode heel veel hebt betekend voor het voetbal in Nederland. Bedankt voor het interview. Hoe heb ik hem weer naar die oude tijden?